Later in de straat krijgt u meer, want een minister die stak wat mooi sani, amanta ki sang, vrijpostig. Dus we zijn benieuwd om dat ook mee te geven of te volgen later in de straat. En wij gaan ook nog sowieso de president aan het woord laten en andere sprekers die de dag hebben aangegeven. Sana Belangfu, Moxima Kandra en Roko Nanga Lobby. Welkom Mysticals. Ja, ja. Foudou. Ja, we maken het goed. Hoe kan Barcelona nog wel goed hier? Hey, morning. In de house, Mysticals. Ja, die na precies. Ik zag jullie vanaf het begin. Ik heb jullie gevolgd. En dat doe ik ook in het begin. Dat ben ik gewoon Chiman. Man had bij Wassing, man had bij Oraheer, precies Napo. En als we kijken nu 2019, was dat eerst om een jaar hoe bezig was. Dan gaat dadelijk dat we het over va 2019. Go. Zo mogen we beginnen. Oké, de groep is gestart in 2000, dus dat betekent we zijn al 19 jaar gaande. Ja, ja, wow. Ja, man. En hij mag het even overnemen. Zo snel. Ja, 19 jaar. Praat je toch? Als we kijken 19 jaar, 2019 plus 19 jaar, hoe bereikt de doelen zo bij Abi vanaf het begin? Deels wel. Echt, in de zin van naar het buitenland gaan, tour in Europa, 2008, 2009. En een school van maken. Ja. En ook internationale battles gewonnen. In Frans-Guyana hebben jullie ook een stempel gedrukt. Ja, toch. Ik was ook eens een keertje daar en jullie waren daar bezig. Sommerdance. Internationaal platform. Wat zijn de klinkende zaken die jullie hebben gehaald? Bijvoorbeeld dat wat je daarnet zei. Zijn een van onze toppunten. We hebben ook als background dancers mogen dansen van internationale artiesten zoals Maya, Wayne Wonder, De Furu, dus ik ga even niet op allemaal komen. En natuurlijk onze nationale artiesten niet vergeten, hun ook natuurlijk. Dat is wat we meestal doen. Pe apje man is, dan gaan ze op een beetje. Want dan maar aan het verleden met een briefje. Dus kijk, het is een beetje verwarrend, maar het was ook een strategie toen de tijd. Er waren twee kleine jongens. Eén van ze, die is mijn broer, en hij was toen de kleinste, 2000 tot 2004, 2005, was ja. Hij de kleinste. Toen nam mijn broertje over, 2005, waardoor het leek alsof op Chimane kon beginnen. Ja. Het was een strategie, zeg je? En ze leken op elkaar, want de man en brada. Maar de man deed, ze zijn er nog, alleen hebben ze andere verplichtingen en andere doelen, zeg maar. Nou, ik heb ook, ik kijk zo, mina Oru, poku poku tsanimi de. En met Lukuno Fawaka, is er nog steeds belangstelling om een dansgroep in te huren of te plannen voor een evenement? Ja man, nog steeds. Het komt soms niet voor, dus niet vaak voor dat zeg maar, we optredens binnenkrijgen. Het is soms misschien een maandje stil, maar dan gewoon de volgende maand bijna elk weekend. Zoals Otje zegt, elke weekje op de planken. En ik merk nu de artiesten, Surinaamse artiesten, die werken ook veel meer met dansers. Ja, tegenwoordig zijn de dansers niet meer te vergeten in de showbiz, zeg maar. Ja. Dus vandaar. Als we kijken naar 2019, Fago. Heel goed, daar, heel goed. Ik zie daar position. Yes, ja, ik zie dat position. Hoe is 2019 geweest voor jullie? Heel goed man. Zoals je dit ziet, dit is een project van Newmont, Family Day. En vorig jaar hebben we het heel goed gedaan daar. En hebben ze van het jaar hebben ze ons weer gebeld van hey, kunnen jullie onze Family Dag weer mooi en spectaculair maken? En dat was het, wat je daar zag. Ik hoorde ergens aan het begin dat we scoren. Oh ja. Oké, laten we praten over die school. Ascoro, Oppo, Sang Ascoro betekent tot nu toe voor Suriname? Natuurlijk op het gebied van talentontwikkeling leveren we een positieve bijdrage. Sinds het jaar 2005, no? Nee, 2013 zijn we gestart. Ja, 2013 zijn we gestart met de officiële dansschool. Met het verzorgen van de verschillende lessen. In de verschillende stijlen. En dan natuurlijk die kinderen, vooral onze jeugd. Ze vinden het leuk, ja, ze hebben een bezigheid, ze komen. Ik kan mijn talent aan ze overdragen, wat ik natuurlijk goed vind. Meester Fali natuurlijk ook en de andere docenten. En
daarvoor staan we. Ja. Talentontwikkeling in Suriname. En Jassa Messi Jassa na bijna met denken, Tori voor Biggie Boy. Hey. Dat man dan gaan straks naar Fraga in een heel trakondre. En toch weer schijn. Ja, ja, ja. Alla si we representas. Ja, toch. Kondre toch. Standaard. Vertel over dit moment. Dit was op een jaardag. Ja, Charlesburg. 18-jarig. 18-jarig feestje. Een dame was jarig. No. Ja, je ziet onze fans gaan allemaal los. En toevallig gaan we even hier in die belletje. Belletje, no? Ja. En we zien ook dat die dames... Kijk, ze gaan allemaal de groep... los. Wauw. Ja, man. Wauw. En deze, die mevrouw of die moeder van de jarige had gebeld. En ze zei van, hé, als je gaat dansen op het feestje van mijn dochter, moet sowieso die belletje erin voorkomen. En over grootste deel waren die Staanse mensen daar. En dat was even iets voor ons van, oh, onze Staanse broeders willen ook gewoon iets aparts hebben. En ze gingen echt los op die belletje. Helemaal los. Ja, natuurlijk, met kerst hebben jullie ook wat dingen te doen. Oudejaren komen, ja, oud-opnieuw. Gisteren nog waren we bij DSB. In verband met DSB. Kerstviering. Kerstviering, ja. Het was vroeger een concert nodig, maar op kerstviering. 2020 staat voor de deur. Wat wordt het? Spannend, spannend, sowieso spannend. Volgend weekend hebben we binnen de school audities om een nieuwe selectie te maken, want elk jaar houden we dat. En met de selectiegroep van de beste studenten, zeg maar, treden we op door projecten. Dus 2020 mogen de mensen, zeg maar, sorry, nieuwe gezichten verwachten. Ja, want we hebben heel veel studenten en als ze hun uiterste best doen, worden hun dan, of vormen hun dan de selectie. Maar ik ben wat dan ik ook graag, maar ik ook niet. Ja, ik ook graag. Maar overdracht deed genoeg animo vanuit het gemeenschap. Jongeren die zeggen van, hey, no, ik wil echt ook een danser, professionele danser worden. Ja, maar. Dat heb je zeer zeker. En dat motiveert ons ook toch om door te blijven. Ja. Maar met social media erbij. Dit is niet haar, maar dat ik een moro betre migo. Dat gebruiken ze toch? Ja, toch? Juist daar. En dat is onze, zeg maar, onze platform waar we onze kunsten naar buiten voordragen, zeg maar. Waar ze kunnen zien van, hé, nou, dat is weer doe. Hey. Snap je? Want het is makkelijker om ze daar te bereiken. Want dat wat wij hebben gehad, zeg maar, in onze tijd, kunnen we ze niet gewoon aanleren. Want wij zijn gewoon, we hebben het moeten leren van de tv, videoband, weet je, of Justin Timberlake. Je zou ook te voorzien gaan, want DJ aan het chinsen theamis doen. En dan mij doe samen wani, uiteindelijk aan mijn mix give van wani. Ja, maar nu kunnen we dat zelf gewoon doen en dat leren ze ook aan. Dus dat wat wij nu hebben gehad, geven ze niet. 2020, wat zou ik doen als ik kinderen heb, tenminste in mijn buurt, omgeving, die ik graag zou willen inschrijven? Van mij doen. Sowieso contact maken met ons. En niet alleen kinderen, ook volwassenen, want ik ben dit jaar gestart met een volwassen groep. Mm-hmm. En tot op dit moment heb ik alleen maar dames. Dus if je vrij kan joinen een groep, dan word ik misschien de eerste heer in de klas. Veel of zo. Ja, toch. Wat is hier? Als je dat niet wil, ik wil ja, ja, ja. Dus je was dan eenmaal na kerst, dus dan wil ik alles maar. En ook toen sowieso, want ik wil een bewegende boodschap voor nu, na kerst. Die alle de fans, die alle man en natuurlijk die mensen zijn volop vanuit het buitenland. Ja. Die eerst jou aan elkaar dan ga je dat door Abrago naar Tramon. Nou, wat kan ik zeggen? Het is the most wonderful time of the year. Zeker. Maar alleen wil ik de mensen natuurlijk, in het bijzonder de jeugd van Suriname, erop attenderen om heel voorzichtig te zijn. Want Isabi, iedereen is een beetje happy, over happy. Dus je weet niet wie is. Iedereen gaat lachen met je. Maar wie is op je hoede? En voorzichtig vooral. Vuurwerk ook. Ik blijf een beetje ver van, maar wie is voorzichtig? En ja, prettige feestdagen zou ik zeggen. Geniet ervan met je familie, vrienden. En maak het beste van. Maar als ik alle design aan mensen zeg, deze takkie mag het voor me, maar herhaal als hij zegt takkie. Maar, nou heeft het goed gezegd, sowieso. Positieve mindset blijven hebben. Doe gewoon wat van je houdt. En blijf op het rechte pad. Hij heeft alles echt gezegd. Dus mis op zijn maas dit zo, maar ik ben kalipien zo game. Sorry. Vertegenwoordigers van de Mysticals hebben we vandaag gesproken in deze aflevering van Mantin Taki. En zij hebben ook aan het eind een kerst, tevens oud opnieuw
boodschap doorgegeven waarbij ze praten dat u mag blijven bewegen, maar doe het allemaal voorzichtig. We hebben ook kort met ze gesproken, alhoewel we grote plannen hebben met het team in 2020, want nou een bigiari. En sowieso gaan wij ook volgen wat zij in Suriname en buiten Suriname zullen doen om tenminste de naam Suriname hoog te houden. Ze zijn dansers, ze bewegen en zij geven ook mee als tip dat u moet blijven bewegen, zodat u gezond kunt blijven. Dat je langer tangalanga in aflongo na hap na Sofia Sleutelbosuku Yepi. Ik bedank u voor uw aandacht. Hier hebben jullie alles gezegd, ja toch? Ja. Enige waar we op wachten is een van de optredens nog in 2019. En dat kunt u sowieso zien tijdens de Breestraat, de president. Nee, man, dit op een plan. Ja, we op een sani, maar in klein verband. Dus kan je op toe danser noemen van hoe doe. Wan man lang, wan oma. Dan de toemala, de toespala, no me dans, juno, dan we salsa, guanga langa. Bedankt voor uw aandacht, mensen. Het is een hele mooie uitzending geworden. Natuurlijk met u als kijker erbij. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van Mantintaki. U kijkt later naar de straat. Daar hebben we de bijzonderheden van het weekend. En ook sowieso in het avondjournaal belichten we de actualiteiten van de dag. Many thanks and have a nice and wonderful day.